Wat ik me nog een beetje herinner van hoe ik ben opgegroeid is, volgens mij waren we verhuisd naar Temma. Dat is een soort klein, het zou de hoofdstad moeten zijn, maar net niet. Dus daar ben ik gaan wonen. Dat was een van de moderne steden, want Ghana is een best wel arm land en dat was een beetje een modern land. En ik was daar met heel veel kinderen. Ik hield heel erg veel van buiten spelen. Eigenlijk was ik altijd buiten. Later zijn mijn ouders dus weggegaan naar Nederland en toen ben ik opgegroeid met mijn tante. En zij heeft me dus, ja, opgevoed, ja. Ze heeft me heel erg christelijk opgevoed. En door haar eigenlijk heb ik altijd wel het gevoel gehad alsof ik niet kan opgeven. Voor mijn familie en vooral voor haar, maar ook gewoon voor mijn ouders. Wat zei ze altijd dan? Ze zei altijd tegen me van, jij bent de laatste kans voor je ouders. Want je weet hoe moeilijk ze het soms kunnen hebben. En als jij het niet maakt, dan wie maakt het voor ze? Het was spannend. Heel erg spannend. Het leek op een avontuur eigenlijk. Want al die blanke mensen zag ik vaak op tv. En ik herinner me nog dat we vroeger altijd naar Home Alone keken. En dat was precies ook ongeveer een beetje na kerst. En ik dacht van, wauw, ik ben echt in een land met sneeuw. Ik was zo blij en gelukkig. En ja, ik was echt heel gelukkig. Ik had wel gezien dat we hier, niet, bijvoorbeeld de kinderen hier, zo, ze zijn niet zo... sommige gedragen zich een beetje respectloos. En dat zou ik in Ghana niet zomaar kunnen. Dus ik vond het wel heel erg apart. Bijvoorbeeld hoe een kind van mijn leeftijd tegen zijn moeder zou praten. Zo kan ik niet tegen mijn moeder praten. Dus het was wel heel erg anders. Ik vind het zo raar dat als je ouders bejaard zijn, dat ze hier zo in een bejaardentehuis worden gezet. Want bij mij zouden ze je gewoon echt aankijken van, ben jij gek? Ik vind dat iets, ik zie dat een beetje als respectloos. Want je ouders hebben dan zo lang voor je gezorgd en op het einde gaan ze naar een bejaardentehuis. En bij mij in Ghana, bij ons in Ghana is het van, je ouders hebben voor jou gezorgd, dus op het einde moet jij ook voor ze zorgen. En dat is niet net zoals gewoon dat je ze in huis moet nemen of zo, maar je kan ze wel, bijvoorbeeld in Ghana moet je zelf huizen bouwen. Dus de cultuur daarvan is, je bouwt een huis voor ze. En je zorgt voor ze. Elke maand geef je ze eten en drinken en je geeft ze geld. En je laat de andere familieleden voor ze zorgen. Zo gaat het zo'n beetje. Ga jij ook voor je ouders zorgen later? Ja, dat verdienen ze. Ga je een huis bouwen? Ja, moet. Mijn vader zei, ik heb alvast grond voor je gekocht. Over 20 jaar woon ik in Los Angeles. En ben ik getrouwd met Justin Bieber. En heb ik 3 kinderen, 2 meisjes en 1 jongen. En de jongen is de oudste, want zo kan hij ook voor de meisjes letten. Ja, dit is mijn leven over 20 jaar. Sorry.